De innovatie die wij doen is echt op het voorfront van de wetenschap. En dat maakt het echt een heel interessant beroep. Mijn naam is Eva van Wanrooy en ik werk bij Janssen Vaccines als hoofd van de afdeling intellectuele eigendom. Janssen Vaccines is een afdeling van Johnson & Johnson en daar ontwikkelen we vaccins tegen verschillende infectieziekten. Ik werk daar dus als hoofd van de afdeling intellectuele eigendom en we hebben daar verschillende functies. Eén is, we proberen de innovatie die op het lab gebeurt en in de kliniek proberen we te beschermen door daar octrooi op aan te vragen. En tegelijkertijd proberen we ook samenwerkingen te organiseren door daar de juiste contracten voor op te stellen. Zodat we eigenlijk zelf onze innovatie beschermen en tegelijkertijd dat samen met anderen kunnen doen. Een octrooi, dat is een juridisch instrument wat in de wet vastgelegd is, wat ervoor zorgt dat als jij een uitvinding hebt gedaan en je vraagt daar een octrooi op aan, dat je dat 20 jaar lang zelf mag gebruiken of je geeft iemand anders het recht om dat te gebruiken. Maar jij bent degene die dat bepaalt. Een van de beste voorbeelden op dit moment is natuurlijk de ontwikkeling van COVID-vaccins. En ik denk dat ik dan kan spreken namens Janssen, maar ook namens de verschillende voorbeelden die er zijn van onze concurrenten. Je ziet dat eigenlijk bijna niemand het in zijn eentje doet. Wij werken samen met een academische instelling in Amerika, uit Boston. En zij waren essentieel onderdeel bij de vroege ontwikkeling van ons vaccin. Vervolgens in de klinische fase werken we samen met ongeveer 250 ziekenhuizen over de hele wereld om dat vaccin te ontwikkelen in de kliniek. En daarnaast zijn er, ik weet niet hoeveel contracten afgesloten met fabrieken om voor ons dat vaccin te produceren. Want je ziet gewoon dat wij dat niet in ons eentje kunnen in deze korte tijdsspanne. Ik ben ontzettend enthousiast over mijn werk en dat komt omdat ik continu te maken heb met de nieuwste dingen die bedacht worden door allerlei slimme mensen in de labs. De innovatie die wij doen is echt op het voorfront van de wetenschap en dat maakt het gewoon enorm interessant om daar een deel van uit te maken. En wat mij betreft extra leuk maakt is dat wij eigenlijk de juridische en business vertaalslag kunnen maken op basis van die wetenschap. En dat maakt het echt een heel interessant beroep. Ik ben zelf dus, zoals je hoort, ontzettend enthousiast over de functie die we hebben en het werk wat we doen. Terwijl soms in de kranten zie je daar minder enthousiaste berichten over, met name de combinatie tussen octrooien en de farmaceutische industrie. Wij zelf zien op onze afdeling dat eigenlijk de mogelijkheid van het krijgen van octrooien plus de goede contractuele voorwaarden die je kan krijgen, eraan bijdragen dat we echt juist kunnen samenwerken en juist die innovatie naar de patiënt kunnen brengen. En dat het dus totaal niet functioneert als een barrière, maar juist als het toegankelijk maken van producten voor de patiënt.